Het meldpunt Informatie Anoniem, afgekort MIA, is vandaag gelanceerd. Het netwerk is een initiatief van het Directoraat Nationale Veiligheid, DNV, en geeft de mogelijkheid om anoniem informatie te verschaffen over criminele activiteiten, misdaden en andere zaken die niet in de haak zijn. Woordvoerder van de organisatie Sharda Algu vertelt in een gesprek met onze nieuwsdienst dat MIA een computerbestuurd digitaal netwerk is, welke meldingen verwerkt en doorspeelt aan de belanghebbende autoriteiten. Iedereen mag bij MIA een melding doen. Heel veel informatie zit in de samenleving. Er zit heel veel informatie in de samenleving. En als die informatie op de juiste manier gekanaliseerd wordt, bij MIA terechtkomt en naar de juiste instanties gaat, heb je een heleboel problemen opgelost. Wordt de samenleving veiliger. En daar gaat het om. De justitiële autoriteiten, NIMOS, BOG, Volksgezondheid, al die actoren gaan betrokken worden. Want het is een anonieme informatie. Wij mogen aan BOG melden. Die schoolkantine daar deugt voor geen meter. Ze verkopen oude broodjes aan die kinderen. Beleg is niet goed, is van 2 dagen oud. Wij mogen dat ook melden. En dan kunnen wij vanuit MIA ook monitoren van, is er actie ondernomen? En dat ga je op de zoveel tijd ook op de website zien. Algu zegt verder dat het de bedoeling is dat het MIA-systeem actief wordt gehouden. Brandstichtingen, ontvoeringen en handel in verdovende middelen, maar ook milieugerelateerde issues zoals overwoekerde percelen en kwikgebruik, als ook sociale controle, kunnen via de website meldpunt.sr worden doorgegeven. Het systeem dat op woorden filtert, witte auto, diefstal, dit, dan gaat het zelf naar KPS, naar afdeling verkeerstechnische. Een automatisch systeem dus. Yes. Het gaat niet door mensen bediend worden, want als mensen bedienen, nou, ik zie dat er een melding is en het heeft betrekking op mijn zus, dan kan ik het uitvegen. No, geen subjectiviteit. Dat apparaat kent niemand, die applicatie kent niemand. Hij filtert zelf. Het systeem MIA is naar zeggen van Algu super geavanceerd en is bedoeld om het veiligheidssysteem in Suriname te bevorderen. Algu kaart aan dat MIA een modern en accuraat systeem is om informatie te beheren voor organisaties zoals de politie. Mensen kunnen zelf monitoren als de meldingen zijn behandeld en hierna zelf weer doorgeven als het van belang is.